in ieder geval heel veel onderzoek. Want ze vond mijn bronnen, zeg maar, niet voldoende. Maar ik weet niet, ik ga zo goed op deze. Nu even met een theetje en een gevulde koek. Bloedheet. Mijn hele shirt is ook volgens mij zijknat aan de achterkant. En ik denk dat ik hiermee een soort ijskoffie ga maken of zo. Nou, de dames zijn weer op pad. Hallo, hallo. Keihard een fietser. En die rijdt keihard tegen mijn scooter aan. Zo'n bok met een spits hier aan de zijkant. Zo, het echt oud en nieuw is, joh. Bizar. Een hele goede middag alweer. Het is vrijdag. En gisteren was zo gezellig in Walibi. En gewoon, we hebben daar zoveel leuke dingen gedaan. In die gamehal ook. En daarna lekker gegeten bij het pannenkoekenhuis. Maar het is vandaag tijd om mijn deadline te fixen. En ik begon hier al even eraan te werken. Maar ik moest ook voor Mick nog even een aantal dingen doen. En toen kwam Cash weer thuis. Dus toen kon ik me niet concentreren. Dus ben ik maar hier gaan zitten. En nu heb ik alweer best wel wat gedaan. Nou, in ieder geval heel veel onderzoek. Want ze vond mijn bronnen, zeg maar, niet voldoende. Dus ik dacht, nou, ik ga dan heel even goed inlezen en meerdere bronnen zoeken en zo. En ik heb al lekker geluncht, want het is alweer 3:15. En ik heb nu even een pauzetje. Dus ik had even aardbeidjes gemaakt. Die ga ik even lekker opeten en druifjes. En ik heb even een ijskoffietje gemaakt. Dus dat ga ik nu even lekker opeten en drinken. En daarna ga ik weer door. Ik hoop dat ik hem vandaag afkrijg, maar ik mag hem zondag inleveren. Maar morgen komt namelijk Nadine de hele dag. En maar ja, zondag ben ik in principe wel vrij, dus kan ik het ook nog wel fixen. Maar het liefst wil ik het gewoon lekker nu gedaan hebben en dan heb ik lekker mijn weekend. Dus ja, dat is mijn dag alweer vandaag geweest. Ik ga dit even lekker opeten en drinken en daarna weer door achter mijn laptopje. Nou, ik ben er helemaal klaar mee. Oh, als je de hele dag naar zo'n scherm moet kijken, jongen, daar word je er niet goed van. En tussendoor ging ik even naar beneden, want ik ging even vuilniszak wegbrengen. Ik dacht even een beetje pauze, even een beetje naar buiten. Altijd als ik hierin kijk, denk ik, wat een haar ook, zeg. Maar er lag toch heel veel glas bij mijn scooter. Of in ieder geval, er lagen allemaal kapotte Heinekenflesjes langs mijn scooter waar ik altijd mijn plek neerzet. En niemand ruimde het maar op, terwijl het gewoon bijna letterlijk voor iemands deur ligt, beneden. Dan denk ik, dan ruim je het toch gewoon even op, ook als je niet van jou, het ligt gewoon bijna voor je deur. Dat is toch gewoon irritant ook. En ik kon daardoor mijn scooter niet goed neerzetten. Dus ik dacht, ik met zo'n software blikje naar beneden en ik had nog een schoenendoos die ik moest weggooien. Dus ik had gewoon alles zo opgeveegd en in de schoenendoos gegooid. En dat heb ik allemaal gewoon beneden in van die containers weggegooid. Dus het is nu weer helemaal opgeruimd. En nu kan ik mijn scooter tenminste weer normaal neerzetten tegen de muur. Want nu had ik hem iets eraf, omdat ik anders gewoon vol door het glas heen reed. Maar goed, ik wilde eigenlijk nog sporten vandaag. Maar ik moet nog eten en ik weet niet of dat hem allemaal gaat worden. Want het is al best wel laat namelijk. Het is nu 7:50. Ik vergeet altijd gewoon de tijd. Als ik een beetje alleen ben en niet met iemand hoef te eten of ergens naar werk hoef of zo. Dus dat is een beetje jammer. Maar ik had voor mezelf al boodschappen gedaan vorige keer toen ik met de kindje weg was. Ik moet even samen boodschappen doen. En toen zag ik namelijk van die rode kool. Ja, ik vind het heel erg lekker. Ik vind normaal rode kool echt, echt vies. Maar ik weet niet. Ik ga zo goed op deze. Dus dit ga ik maken met, ik had aardappeltjes van die aardappelschijfjes. Ik ga het even doen. Ik had van deze schijfjes. Maar hier doe ik natuurlijk absoluut niet alles van. Dat is way too much. En ik had dan nog zigeuners niet, zo is het volgens mij. Die hadden we nog over van vorige keer. Dus dit wordt mijn maaltijdje. Dat ga ik even koken. En zo stom. Ik had allemaal die vlogs op tijd geëdit. Maar niet afgemaakt. Ik had die thumbnails moest ik dus nog maken. En dat was ik dus vergeten. Terwijl ik ze wel alle twee gewoon al had geëdit. Ik wilde ze donderdag en vrijdag online doen. Nu bedacht ik het net, dus ik heb die thumbnails heel snel gemaakt. Dus ik heb er nu gewoon eentje online gegooid. Random tijd ook. Op deze avond, maar ik dacht, weet je, dan staat hij maar online. En die ander heb ik nu ingepland voor morgenochtend. Dus dan staan ze er maar gewoon weer op. Zo stom!
had ik het allemaal op tijd geëdit en dan plan ik ze niet in. Maar ja, hè? Je doet er niks meer aan. En dat onderzoek ga ik absoluut niet afkrijgen vandaag. Maar ik ga morgenochtend denk ik nog even er naar kijken. En zondag gewoon maar dan. Ze zijn niet zondag hoe laat ik hem in moest leveren. Maar ik maak er voor mezelf gewoon het einde van de dag van. Dan moet het wel lukken. Nou, ik ga in ieder geval nu lekker kokorellen. Nou, echt een prima bordje weer. Lang geleden dat ik een beetje echt zo'n... Oh nee, dat is helemaal niet waar. We hebben laatst natuurlijk die spinazie gegeten. Jokey from me for you. Maar ik heb hier echt heel veel zin in. En ik heb lekker mijn serietje aangezet. En dat ga ik lekker opeten. Voor mijn serie. Ik vergeet alleen even mijn water nog. Maar ik ga dus lekker eten. En daarna ga ik heel even kijken of ik nog... aan school zo. Ik ben echt helemaal met mijn hoofd bij mijn eten. Maar of ik aan school iets ga doen of dat ik ga sporten, dat moet ik even nog bekijken. Ik heb inmiddels alweer heerlijk gegeten en het smaakt me toch weer heerlijk. En ik heb het even opgeruimd hier in de keuken, alle pannetjes en zo afgewassen en de vaatwas er aangedaan, want die was vol. En ik heb nu even wat water opgezet voor thee. Dus dat ga ik nu even maken. Want ik had dus besloten dat ik gewoon even hier bleef. Want ik was best wel moe. En morgenochtend ga ik denk ik gewoon even sporten. Voordat Nadine komt. Nadine komt dus morgen. Vet leuk. Ik weet toch nog niet precies wat we gaan doen. Maar Nadine wilde sowieso naar de Unkemunder. Dus ik denk dat we dan sowieso gewoon even de stad in rijden. Maar die is hier rond 12:50. Zij is volgens mij 12:20. Ja, is niet wel. Dus daarvoor kan ik gewoon nog even lekker rustig sporten. En zondag kan ik ook rustig sporten. En anders ging ik nu alweer gehaast doen. En ik ga nu even met een theetje en een gevulde koek toch nog even aan school zitten. Dat kan ik toch eigenlijk het beste in de avond. Dus ik ga gewoon weer lekker op dat kamertje zitten. En dan ga ik gewoon nog even strijden. Oh, wat heb ik veel onderzoek gedaan vandaag. Men, zeg maar, ken je dat je tabbladen, zeg maar, ik heb echt 100 tabbladen gewoon openstaan. Dat je via via weer doorklikt en dan dat ook laat staan en dat heb je weer nodig. En... maar goed. Hier staat wel heel leuk op, even niks. Maar even wel wat lekker gruffeld koekje en een vanille kamilletheetje. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. Oh, ik heb de aardbeidjes niet terug in de koelkast. Dat is een beetje jammer. Maar het is dus zaterdag vandaag. En ik was een beetje op tijd wakker. Dus ik dacht, ik ga gewoon even lekker sporten. Het is nu al 9:15. Ik was om 9:30 wakker. Dus ik heb nog lekker gelegen in mijn bed. Een beetje op mijn telefoon gezeten. Maar ik dacht, ik ga gewoon nu lekker sporten. Dan heb ik dat gedaan vandaag. Voordat... Nadine dus deze kant ook op komt. Dus dat is wat ik ga doen. Ik ga even water pakken. Ja, een beker meenemen die ik daar ga vullen. En dan ga ik er vandoor. En ik had dus gisteravond mijn haar gekruld. En het zit dus nog steeds. Maar ik weet alleen niet of ik het ga laten vandaag of dat ik het ga wassen straks. Heb ik het eigenlijk echt voor niks gedaan. Maar ik moet even kijken hoe het zit na het sporten. Ik ga in ieder geval nu die kant op. Nou, mijn tandpasta is weer klaar. Ik heb bloedheet. Mijn hele shirt ook op mijn zijknat aan de achterkant. Maar de billetjes zijn weer getraind. De gluten en de hamstring. Mijn haar. Ik ga het sowieso wassen, want het zat niet. Ik had het gisteravond gekruld, maar met weinig succes. Want ik had helemaal geen producten en zo ook. Ook geen mousse, geen haarlak. Het was allemaal echt bagger. Het is nu echt heel droog. Dus ik ga het zo lekker even wassen en afveunen en zo. Maar ik ga nu denk of naar de Appie of een rij door naar Lidl, moet ik kijken. Om even wat eten te halen. Nadine komt zo en ik denk dan eten misschien iets kleins voordat we de stad in gaan. En dan kunnen we in de stad lekker avondeten. Want anders kost het er wel weer veel. Dus wij hebben niet echt broodjes meer in huis, dacht ik. Dus ik denk dat ik gewoon even van die afbakbroodjes haal. En dan kunnen we dat lekker opeten. Want ik ga sowieso natuurlijk eten nu. Anders ga ik even stoppen. Het is namelijk nu 10:50. En kijk nou, ik heb gewoon deze calorieën afgebrand. Het is geweldig. Maar ik ga dus nu even naar de supermarkt en dan lekker naar huis even eten.
Zo, ik ben weer thuis. En wat heb ik het warm hiervan gekregen. Ik had geen tasje, dus ik moest alles zo heel onhandig in mijn handen houden. Maar ik had nog even kipje ingehaald. Ik had gehakt cottage cheese. En ik denk dat ik hiermee een soort ijskoffie ga maken of zo. Proberen hoe dat is. Tomaatjes, kwark, eitjes en nog wat broodjes. Ik weet alleen niet wat ik ga eten. Of zo wrap weer. Of broodjes gewoon met... Want we hebben ook nog wat tonijn. Ik dacht, dan kan ik met je eigen tonijnsalade maken. Met een beetje mayo. Ik weet het niet. Daar ga ik nog even over nadenken. En daarna ga ik even douchen, omkleden en dan Nadine halen van het station. Dus ik moet ook wel een beetje doorgaan nu eigenlijk. Nou, het is toch maar weer een wrapje geworden met gehakt en zo'n ei. Je kent hem wel, the usual. En ik heb dus nu dat vanilleproteïne er een beetje in gedaan. En dan ijs. En dan koffie. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit is. Laat eens even proeven. Oh ja, lekker. Goeie, hè? Nou, ik ga dit even opeten en dan snel douchen. Heet. Nou, de dames zijn weer op pad. Hallo, hallo. En het was semi de bedoeling. Maar we gingen even de Bershka in. En ik wilde eigenlijk heel graag een zwarte jurk voor vakantie. Want ik heb dat gewoon niet. Een soort van een avondjurk wat je dan gewoon lekker aandoet als je dus uit eten gaat. En nu heb ik een soort van... Een lange avondjurk, twee. Eén geript en één met een heel zacht stofje. En ik heb een lange rok met, hoe heet zo'n top? Een tube top. Volgens mij. Erop. Twee, ook in het zwart. Dus dat ziet er zo chic uit. Ik ga het echt laten zien als ik thuis kom. Maar nu lopen we even naar de Hema, want we willen even wat drinken halen. En dan gaan we denk ik gewoon even naar het Vondelpark chillen. Want het is hartstikke lekker weer geworden. Ja. Het is bloedheet. We hebben alle twee lange kleren aan. Ja. Maar thuis was het helemaal niet zo heel lekker. En toen waaide het heel erg. En er was geen vibe. Maar die is er nu wel. Dus we lopen die kant op en dan naar de scooter. En dan rijden we naar voren. Misschien dat we daar dan pizza's bestellen. Omdat we uit eten gaan. Maar dat moeten we nog even bekijken. Ja, zeer goed. Oh, nou, wat wij hebben meegemaakt. Hou je hart vast. Hou je hart vast. Nee, het viel nog wel mee. Maar ik was aan het keren met de scooter op een fietspad. Nou nee, nog niet op het fietspad. Nee, ik was er nog niet, vanaf de stoep naar het fietspad. En het was heel druk en ik dacht, nou, ik had gewoon oprecht niet gekeken achter mij. Zo, ik ging er helemaal goed spullen. Helemaal te kwijlen. Maar, ik ging dus gewoon het, ja, erop. En van achter komt er dus een keihard, ik weet niet of ik ben horen door de wind. Maar van achter komt er dus keihard een fietser. En die rijdt keihard tegen mijn scooter aan. En ik, omdat ik viel, gast ik door. Dus ik reed een stukje de weg ook nog op. Dus zo gelukkig dat er geen auto reed. Ik zo, Roos, remmen! Ik denk, ja, wat denk je dat ik ga doen dan? Maar omdat je dus daarvoor viel, ik moest me opvangen. Dus daardoor, nou, gastte ik, zeg maar. Dus, ja, nou, we hebben ook weer wat meegemaakt. We hebben het overleefd, want het ging allemaal goed. We hebben het niet. Gevallen. Wij waren niet gevallen, de fietser was niet gevallen. Iedereen was oké. Het was gewoon even een knalletje tegen elkaar. Ja. Even zo'n zoetje. Zo. Ja. Maar we zitten dus nu in het Vondelpark. Maar het begint een beetje ontslaan. We zaten net heerlijk in het zonnetje. Maar ik denk dat het zo heel hard gaat regenen. Gaat regenen. We hadden bij de Hema even deze dingetjes gehaald. Even wat drinken, want die heeft cola. Ja, willen jullie dat nog zien? Jullie dat zien hier? Kijk, 1, 2, 3. De gasten hebben heerlijk muziek aan, dat was heel chill. Dat is een beetje muziek. Maar we moeten dus maar kijken tot hoe laat we hier weg worden gespoeld, want anders zijn we straks wel nul. Ja. Maar ja, moeten we nog even een plannencampagne voor bedenken. Kind op de zeiken, dan niet wil het hier helemaal op. Ik ga ze. Maar we staan met z'n allen even bestuimelen. Zo, hij ging keihard op zijn rem. Nou, we waren eerst naar Balboa gereden, maar door de regen was het helemaal vol. Ik heb echt van dat helmhaar nu ook. Maar we kwamen naar binnen en het was stampensvol, dus er was gewoon geen plek. Dus toen zijn we daarna naar Lulu Pizza Bar gereden, daar was het ook vol. En toen dachten we, het regende ook, we dachten nou, we gaan wel gewoon lekker naar huis. Dan halen we een pizzaatje bij de app. En dan doen we lekker een filmpje aanzetten. Ook helemaal heerlijk. Dus we zijn even langs de atelier bij Wieboud.
En ik moet even een pizza uitkiezen, maar ik weet niet zo goed waar ik zin in heb eigenlijk. Ik weet het ook niet. Heel lastig. Nou, de dames hebben lekker pizza. Ja, uit eigen oven. Nee, zelf gemaakt. Ja man, niet helemaal. En we hebben een filmpje aangezet. Dus dan gaan we even heerlijk op smikkelen. Nadine hoorde dus de hele tijd al muziek. En ik dacht, ja, het is goed. En net gingen we even goed horen. En dit is dus het concert van Coldplay. Dus wij gaan nu gewoon even lekker een rondje lopen. En dan lopen we langs de arena waar dat dus gaande is. En Nadine pakt daar ook bij Belmer dan meteen ook gewoon de trein. Dus het is echt 300 klappen in één. Ja, to the right. Heel goed. En we hebben gewoon even lekker wandeling. Ja. Heerlijk. Secure the goods. We made it. We zijn gewoon lekker aan het meegenieten. Het is geweldig. Er zat wel een windje. Dus je hoorde het net oprecht nog bijna beter. Maar hier hoor je het wel goed. Ja. Geniaal. Maar ik heb zin in een ijsje. Ik heb zoveel zin in een soft ijsje. Ja, je hebt hier wel een Febo. Die hebben toch vaak wel ijs? Dat is toch weer leuk, joh. Echt, we maken dingen mee vandaag. Wat een aanrijding. Tot aan volle tenten. Ik er ook zo. Zou je nee. Zou je dat doen? Dan zou ik heel boos worden. Nee, ik zou niet per se boos worden. Zou je dan nog cheers? Cheers. We hebben mijn eigen verhaal bij de Febo. Met disco dip. Geweldig. Nee, dicht naar die zullen we een t-shirt kopen. Met een compleet official merchandise. Doen alsof we er zijn geweest. Ik weet niet of jullie mij weer horen door de wind. Goedemorgen. Het is vandaag zondag. En oh, wij hebben alle twee zo diep geslapen dat we gewoon niet ons bed uitkwamen. Ik heb volgens mij ook echt wallen, maar ik ben wel, ja, wel uitgerust. Ik heb wel echt ziek goed geslapen, maar zo ziet het er niet uit en zo voelt het ook niet. Maar ik denk dat ik gewoon even heel lang nodig heb om wakker te worden. En gisteren was echt mega gezellige dag met Nadine. We hebben echt zoveel gedaan ook als je nu naar terugdenkt. We begonnen hier, toen zijn we gewoon naar de stad gegaan, hebben daar allemaal winkels ingegaan, dingetjes gekocht en zo. Oh, ik heb dus, ik was nu even aan het passen om mijn kennis op te laten zien. Ik heb dus nu deze aan. Dit is dus een zo'n rok met een split hier aan de zijkant. En dan heb ik het met zo'n ja, met die tube top. En ik had net ook nog twee andere jurken. Ik heb ook een soort van dezelfde stof ook. En dat is een beetje stretchy materiaal. Dan heb ik ook eentje met ja, met bandjes en dan een lange jurk. En dan heb ik ook eentje met rib en dan gewoon met dikkere dingetjes aan de bovenkant. Maar misschien laat ik ze een andere keer nog wel zien. Ik ga het niet nu weer allemaal aan en uit doen. Maar daarna zijn we dus naar Vondel toen gegaan. En toen begon het ineens te regenen. Nou, mijn horloge doet even leuk mee. Die Siri, jongen, die luistert mee. Het is bizar. Maar toen begon natuurlijk te zeiken, toen gingen we even schuilen, toen gingen we daarna naar Bamboa. Maar daar was het helemaal vol om te kunnen eten. En toen bij Lule Pizza Bar was het ook helemaal vol. Toen hebben we dus gewoon lekker naar huis gegaan, hier pizza gegeten en een filmpje gekeken. En daarna nog een aflevering van de Gooise Moeders op, in Dolce Vita volgens mij. En daarna hoorden we dus dat Coldplay bij de arena, toen zijn we dus daar nog heen gegaan. Dus echt helemaal enig. En toen dus Nadine vanaf daar naar huis of naar de Belmer Arena gelopen en daar de trein naar huis gepakt. Dus ja, maar vandaag staat in het teken van mijn deadline, want die moet vandaag ingeleverd worden. Dus dat ga ik doen. Ik had tegen mezelf gezegd dat ik 11 uur ga beginnen en het is nu stipt 11 uur. Dus ik ga die laptop achter, ik ga dit even uitdoen. Cashew had even een koffietje gemaakt, want dat hebben we nodig. Ik hoop dat het gaat werken. En anders is het placebo effectje, hoop ik. Hoop ik. En dan mijn deadline maar af knallen vandaag. Zo, daar is de verstrooide vogel weer. Ik heb, als het goed is, bijna mijn schoolopdracht af. Oh, wat een tekst, joh. En al die bronnen, ik kan het niet meer aan. Maar ik heb nu even een lunchpauze.
Dus ik heb de pannenkoek die we nog over hadden. Die hadden we meegenomen in een doggybag. Het ziet er nu heel goor uit, maar ze had hem dubbel gevouwen. Maar ik laat hem gewoon lekker zo. Maar dit was dus degene met de kip. Zo raar eigenlijk dat dit gewoon op een pannenkoek zit. Maar ik heb hem dus even opgewarmd en dat ga ik nu lekker opeten. Dus lekker met kippendijen en rode uitjes. Ja, en van alles nog meer. En ik zet daarbij even B&B Love. B&B voor liefde aan. Ik hoop dat dit een goede is. Dan kun je nog niet of die na de reclame gaat afspelen. Of niet. Maar dat zie ik zo wel. Ik ga in ieder geval lekker eten. Ik vind het wel even goed zo voor nu. Want ik wil heel graag nog sporten. En een sportschool die gaan in het weekend of zondag om 6 uur dicht. En ik moet echt... Check deze nagels. Ik moet echt deze nagels laten fixen. Want een deel gaat ook los. En kijk, je ziet gewoon echt die hele uitgroei zitten. Dus dat wil ik eigenlijk even fixen. Ik denk dat ik eerst even naar de nagelding ga. Ik drink ook ondertussen even dit. Tenminste nog even iets in mijn maag voordat ik ga spotten. Oh, wel echt lekker. Maar ik ga eerst even kijken dus bij de nagels. Of ze een plekje hebben en zo niet, dan ga ik eerst sporten en dan daarna nagels doen. En als ze helemaal geen plek hebben, dan ga ik gewoon morgen en dan ga ik gewoon daarna naar de sportschool. Dus ik ga in ieder geval eerst even naar die nagelsalon. En dan ben ik heel benieuwd. We hebben trouwens ook die plant overgepot. Kijk. Het is echt helemaal enig geworden. We hebben dus van die rode en hij stond dus hier eerst op zo'n krukje. Hebben we dus nu zo op de grond gezet. Met zo'n paal erachter en dan door hem omheen even vastgebonden. Zodat hij dus een beetje wordt geholpen naar boven toe. Dus ik ben erg benieuwd hoe hij het hier gaat doen. Ik ben inmiddels weer lekker thuis. En ik ging dus even naar die nagelsalon. Dus ik kom naar binnen en ik zeg, hi, hebben jullie nog tijd? Zegt ze, nee, we doen alleen voeten vandaag. Dus, want alleen dat vrouwtje van de voet die altijd dus de voeten doet, die was er alleen. Dus ik kon mijn nageltjes niet doen. Dus ben ik naar de sportschool gegaan. Lekker gesport, echt heerlijk gesport. En toen heb ik kennis van heel zwoelen met de gasten dat hij ongeveer naar huis ging rijden. Dus toen dacht ik, als ik nu heel veel hier beneden bij de scooter wacht, dan kunnen we daar meteen door rijden boodschappen doen. Dus ik bleef heel veel wachten met de scooter. En ja hoor, ik kan niet aanrijden. Dus toen hebben we boodschap gedaan. En ik heb nu gaan nasi eten. Dus ik heb kippendij gehaald in zo'n zo'n groentebak. Saté-saus en dan gewoon zo'n dingetje. En rijst, of course. Maar ik ga het even allemaal snijden. En dan die sprokken hebben. En we hebben net even de was samengevangen. Die hangt alweer buiten. Dat heeft ook niet heel lekker. Dus zat er alweer een tijdje in. Maar ik denk dat ze gewoon buiten lekker fris opkwamen. Dan komt het wel weer goed. Dus ja, ik ga het even lekker maken. Nou, het is weer lekker hoor. Dat heb ik echt lang niet gegeten. Ik had er zoveel zin in. Mama die maakt het normaal altijd zelf met kruiden en zo. Maar ja, ik heb nog zo'n pakje gekocht. En een saté-saus staat hier op te warmen. En dan kunnen we daarna lekker eten. Heerlijk. Je hoort het concert weer zo goed. Er is dus weer een Coldplay concert. Ja, net was ook weer ziek veel vuurwerk. Ik denk dat het zo ook wel weer komt. Want ik denk dat het een beetje het einde is. Nou. Ik weet alleen niet of jullie dit willen horen. Maar goed, ik heb net mijn laptop dichtgeslagen. En ik heb het weer ingeleverd. Oh, ik hoop nou dat ze het goedkeurt. Want anders word ik helemaal chagrijnig. Dan weet ik echt niet wat ik nog aan kan passen. Maar ik heb nu wel echt wel heel veel aangepast. Ik heb maar... Zij had namelijk echt bijna heel mijn document geel gemaakt. Dus ik heb gewoon bijna aan een heel nieuw document geschreven. Ze zei, ja, markeer je aanpassingen geel. Ik zeg, ik had er onder bij geschreven opmerkingen bij het inleveren van... Ik heb bijna alles aangepast. Dus het werd heel onoverzichtelijk. Als ik zeg maar 90% allemaal geel zou maken. Het zou het lezen alleen maar moeilijker maken. Ik zeg, lees maar gewoon even weer opnieuw. Want een groot deel is aangepast dus. Maar ik heb Kensho, die is nu met gasten van werk volgens mij. Hij zei net dat ze hier daar een drankje mee ging doen toen ik bezig was. Ik zei nou,
Joep doet de mazzel. Maar ik heb nog even een shakeje gemaakt met kwark. Want we hadden van die gore kwark van Melkom. Die had Kenzo laatst gehaald. Dus die doe ik dan met een shakeje. En kijk nou, we hebben laatst of vanmiddag zonnebloemen gehaald tijdens boodschappen doen. Dit is toch leuk. Ik weet alleen niet of we hem hier laten staan op het krukje, want dit was het krukje van die ene plant. Of dat ze het zo even op tafel zetten. Maar deze tafel is namelijk altijd bomvol. Het is wel een beetje zonde van de bloemetjes. Maar ik ga denk ik even nog B&B vol liefde afkijken wat ik vanmiddag aan het kijken was, die aflevering. Of even iets anders, ik weet het nog niet. En daarna ga ik gewoon lekker slapen. Heerlijk. Het is nu dus iets voor 11, hè? Want Coldplay is bijna afgelopen. Sowieso, er komt straks weer vuurwerk. 100%. Ik ga kijken of ik het kan catchen. But I'm not sure. Nou, speaking of the devil. Daar is het meteen. Dit is toch te leuk. Alsof het oud en nieuw is. Happy New Year, everybody! Echt veel ook. Zo leuk. Je ziet het zo slecht op camera. In het echt is het zoveel mooier. Kijk dan joh, dat is toch veel? Zo het echt oud en nieuw is joh. Bizar. Nou, dat was hem. En daar heeft iemand even mooi geshopt. Mooi spiegeltje meegenomen. Joh, enig. Wat leuk dit. Oh, ik zag dus op Netflix die miniserie van The Gilmore Girls. Dus dat, ik heb nu het gekeken, maar die aflevering duurde dus 1,5 uur. Dat vind ik een beetje lang. Kijk nou. Gilmore Girls, A Year in the Life. Is dus een miniserie. Ik vind het geweldig. Maar kijk, ze duurt dus 1,5 uur. Er zijn ook maar 4 afleveringen. Serietje over mij doen. Maar ik vind het nu wel goed geweest. Want het duurt nu 38 minuten. En het is nu alweer 11:55. En er vloog net een gigantische mot. Voor mijn neus. Hij zit nu hier. En ik durf er echt niks mee te doen. Ik vind het zo creepy. Ik hoop ook niet dat hij gaat vliegen. Maar... kijk nou. Ja, ik ga hem echt lekker laten zitten. En dit is een zorg voor morgen. Want ik ga nu lekker mijn bedje opzoeken. Ik ga mijn tanden poetsen. Gezicht lekker reinigen en dan slapen. Ik ga al deze dingen opnemen. Ja. Want morgen moet ik weer lekker werken. En ik denk dat ik eerst ook nog even ga sporten. Ik snap dus alleen echt niet hoe deze bot binnen is gekomen. Ja, het moet dan of via Bico's kamer, dat is het enige raam dat zeg maar open is. Ja, of tijdens dat Kers en ik bezig waren op het balkon, dat de hele tijd heen en weer liep of zo door die flapdingen heen. Maar oh my god, ik zag echt zo'n heel groot zwart beest. Het leek net gewoon een mini vleermuis, zo groot. Hij was echt gigantisch als hij vliegt. Heel creepy. Maar ik ga dus lekker maar klaarmaken voor bed. En dan lekker slapen. Dus ik sluit daarbij meteen de video even af. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Vergeet je zeker niet te abonneren op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En een duimpje achter te laten bij deze video. Als je het leuk vond. En dan hoop ik je natuurlijk weer te zien in mijn volgende video. Toedels!